Breda Nu. Je weet het meteen. In 2017 is het 75 jaar geleden dat Prinsenhagen zijn zelfstandigheid verloor. Een groep enthousiaste Prinsenhagenaars organiseerde een muziekfestival in de mooiste tuinen van Prinsenhagen. Nou, jullie zijn vandaag te gast bij Prinsenhagen Klassiek. Het idee is eigenlijk ontstaan toen ik ooit in Leiden op het Leidse Hofjesfestival was. Prachtige muziek en op hele mooie locaties. En ja, dit jaar is het 75 jaar geleden dat Prinsenhagen werd geannexeerd. We hebben het hele jaar allerlei activiteiten en vandaag is dan Prinsenhagen Klassiek. In Prinsenhagen hebben we zoveel mooie tuinen die eigenlijk zelden te bezoeken zijn. Want ja, de huiseigenaren hebben natuurlijk niet altijd de tuin open. Maar we hebben nog 12 bereid gevonden vandaag hun tuin open te stellen. En in die 12 tuinen zijn vanmiddag een aantal hele leuke klassieke concertjes. Mini-concertjes van een half uur. En je kunt dus van de ene tuin naar de andere tuin wandelen en genieten van de prachtige muziek. Ding, 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 ding.